10 tips voor goede Parkinsonzorg. Parkinson is een complexe ziekte. Om mensen met Parkinson goede zorg te kunnen bieden, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van een aantal belangrijke symptomen. 1. Parkinson veroorzaakt traagheid in bewegen, handelen, denken en in communicatie. Deze symptomen verergeren onder tijdsdruk en stress. Daarom is het belangrijk dat je tijd neemt en rust uitstraalt. 2. Parkinson veroorzaakt vaak een maskergelaat. Hierdoor zijn emoties moeilijk van het gezicht af te lezen. Besef dat iemand wel degelijk emoties heeft. Vraag naar deze emoties en ga niet meer af op de non-verbale boodschappen. 3. Een symptoom van de ziekte kan het on-off-fenomeen zijn. Tijdens de on-periode kan de patiënt zelfstandig lopen en aankleden, is verstaanbaar, vlot in zijn reacties en vrolijk, terwijl hij het volgende moment, in de off-periode, niet kan lopen, ADL-afhankelijk is, traag reageert, onverstaanbaar praat en somber is. Het is belangrijk dat je realiseert dat de patiënt hier geen invloed op heeft. Wanneer een off-periode vaker voorkomt en langer aanhoudt, kan het zijn dat de patiënt een te lage dosis medicatie krijgt. 4. Lopen en opstaan is vaak niet meer vanzelfsprekend. De patiënt moet zich hier bewust op concentreren. Daardoor is het niet meer mogelijk om twee dingen tegelijk te doen. Voer op deze momenten dus geen gesprek. Ook kan bewegen in nauwe doorgangen en kleine ruimtes freezing veroorzaken. En lijkt het alsof de patiënt is vastgenageld aan de vloer. Op deze momenten is er een groot risico op vallen. 5. Het functioneren van de patiënt hangt sterk af van het tijdstip en de manier van inname van medicatie. Medicijnen moeten op tijd ingenomen worden, zodat de werking optimaal blijft. Geef de medicijnen nooit met eiwitrijke voeding zoals melkproducten. Hierdoor neemt de werking af. Ook is belangrijk dat de medicatie een half uur voor of 1 uur na de maaltijd gegeven wordt. 6. Sommige patiënten hebben moeite met het goed en voldoende innemen van voedsel door kou- en slikproblemen of trillen. 7. Parkinson heb je nooit alleen. Betrek daarom de partner en familie bij de zorg en zoek actief naar manieren om de mantelzorg te ondersteunen. 8. Parkinson-patiënten moeten vaak plassen, soms ook als ze net geweest zijn. Belangrijk is dat je dit serieus neemt. Ook obstipatie is voor veel patiënten een probleem. 9. Parkinson veroorzaakt veel psychische en mentale problemen. Depressie, maar ook het niet meer kunnen plannen, geen overzicht hebben, geen initiatief tonen of juist ontremd zijn, komen vaak voor. Sommige patiënten vallen bijvoorbeeld vaak in slaap, wanneer ze niet voldoende geactiveerd worden. Deze symptomen worden vaak maar onterecht verward met vermoeidheid. 10. De behandeling van Parkinson is bij uitstek multidisciplinair. Zorg voor afstemming met de arts, fysiotherapeut, logopedist, diëtist, ergotherapeut of Parkinson-verpleegkundige. Wil je meer informatie of een les over Parkinson? Kijk dan op www.parkinsoninzorg.nl.